De ondernemersvereniging Stad Horen, de OSG, verzorgt al sinds jaar en dag de publicatie van de data van de extra koopavonden rond Sinterklaas en Kerst. Op dit moment lijkt er echter sprake te zijn van onduidelijkheid tussen de ondernemers onderling. Dit jaar lag het wat lastig wat betreft de extra koopavonden in verband met de dag waarop Sinterklaas of Kerst valt. Hè, dus dat heeft daar ook mee te maken. En toen hebben we in het bestuur van de OSH, waar ik vicevoorzitter van ben, gezegd van ja, de ervaring is dat als wij een poster rond laten gaan, die bij allerlei winkels hangt, dat een heleboel ondernemers dan met een viltstift doorschrepen wanneer ze niet open zijn. Wat de consument die in de stad komt weer tot verrassingen leidt. Want dan denken ze dat heel veel winkels open zijn. En toch zijn er weer een heleboel dicht. Elk jaar is er discussie over. En toen hebben we gezegd binnen het bestuur van als we nou eens geen poster ophangen. En ieder ondernemer gaat zelf aangeven wanneer die extra open is. Extra in de zin van normaal ben ik niet op dinsdagavond open. En nu ben ik wel op dinsdagavond open. Nou, we hebben eigenlijk, en dat is dan de fout die je ons kan aanrekenen. Vergeten te zeggen tegen ondernemers van we sturen dit jaar geen poster rond. Wat we traditiegetrouw wel doen. En ja, dat is dan de onduidelijkheid die er ontstaan is. Dus in principe zijn er echte koopavonden, maar voornamelijk door de ondernemers die daar het meest profijt van hebben. Denk aan de speelgoedwinkels of aan de snoepwinkels of dat soort zaken. Ik verbaas me ook dat die poster niet kwam. Nogmaals, ik heb meneer Haring erover gesproken. Nou, zeg, vorig jaar hadden we drie dagen, waarvan bleek dat de eerste van de drie al niemand open wou en ging. Er gingen sommige twee dagen open en sommige gingen maar één dag open. Hij zegt dus, nou, daar is zoveel over gezegd. Dus hebben we gezegd van nou, dan doen we maar helemaal niks. Iedereen moet het zelf maar zien. Nou, dat vind ik dus een slechte zaak. Ik vind dat je wel wat moet doen. Probeer op één lijn te komen. En desnoods geef je één avond aan dat het duidelijk is van die avond hebben we koopavond. Want de een wil wel een koopzondag of de ander wil het hele jaar koopzondagen. Perry gaat bijvoorbeeld elke zondag open vanaf januari als enigste. Nou, een ander zegt dat daar begin ik niet aan. Meneer De Vries van de overkant die zegt van nou, ja, ik verkoop niet een tweede horloge op zondag. Ik snap het allemaal wel. En ik snap iedereen zijn mening wel, maar het gaat mij alleen om duidelijkheid. We hebben een hele discussie gehad over koopzondagen afgelopen maanden, zou ik maar zeggen. In december zijn we in de binnenstad ook elke zondag open. Nou ja, dat geeft dus heel veel meer koopmomenten. Wat dan eigenlijk de kosten gaat van die koopavonden. Maar ja, de praktijk is dat die koopavonden veel minder goed bezocht worden. Kijk eens wat er gebeurt in de wijkwinkelcentra. Daar zie je gewoon dat heel veel winkels geen eens een koopavond meer hebben op bijvoorbeeld vrijdagavond in de Kersenboogaard. Of alleen maar de supermarkt nog. Dus ja, het zijn ontwikkelingen die we weliswaar niet kunnen sturen, maar waar we wel mee te maken hebben. Koopavonden rond de Sinterklaas zijn natuurlijk zeker voor ons bedrijf als Ooms Feestwinkel nodig. Ik kan wel snappen dat een aantal winkeliers zeggen op een gegeven moment, waarschijnlijk ook in de kledingbranche, van nou, ons koopmoment is toch richting de zondagen, omdat daar het winkelend publiek dan wel zou zijn voor deze branche. Maar het is belangrijk dat er een koopavond altijd is. Het hoeven er geen drie te zijn, maar ik prefereer wel altijd twee koopavonden voor de Sinterklaasdrukte. Ja, ik heb er niet zo'n last van, maar ik kan me voorstellen als winkelier zijn dat het wel heel prettig is om uniform met z'n allen sterk naar buiten te treden. En voor de rest, ja, is het jammer als we niet met z'n allen hetzelfde kunnen doen, waardoor ja, het voor iedereen blijkbaar duidelijk is. Het is wel een beetje verschillend. Bijvoorbeeld op maandag, de meeste winkels openen dan om 1 uur, maar zijn ook gewoon een grote deel die al om 12 uur open zijn en zo. Dus niet heel duidelijk. Het komt ons heel geweldig goed uit dat er verruimde openingstelling is rond de feestdagen. En daar kijken we ook bewust naar, maar wederom meer vanuit onze persoonlijke agenda. Wanneer het ons uitkomt, dan wel of dat dan matcht. Nou, als jij op de feestdag denkt, shit, ik moet nog wat halen, dan kan je in ieder geval nog even de stad in. En anders zijn alle winkels al dicht. Ja, ik ben daarmee eens. Het is wel lekker als ze bijvoorbeeld gewoon, vooral met cadeaus en alles kopen, is wel even handig als ze 's avonds ook gewoon open zijn. Ja, ik denk dat dat de afweging van de winkelier moet zijn. Op het moment dat hij denkt dat hij omzet kan draaien, dan moet hij het doen. Als hij denkt dat hij het niet heeft en hij mist er omzet bij, dan is het denk ik een eigen interpretatie en gevolg. En wat is de oplossing? Eerst proberen de ondernemers allemaal op één lijn te krijgen, samen met de gemeente. En als we met z'n allen open gaan, dat geeft veel meer uitstraling en duidelijkheid naar de hele binnenstad toe, naar de consument. En is dat haalbare kaart, denkt u, of blijft het een rommeltje? Het blijft altijd een lastig punt, maar met z'n allen schouders eronder en samen staan we sterk, hè?